90 seconden, 90 seconds, nieuwe programma onderdeel. Leuk is, we hebben een paar prijzen eraan gekoppeld. De winnaar, want we hebben zo direct 4 sprekers die 90 seconden gaan presenteren. Het zijn allemaal start-ups. En de winnaar krijgt in ieder geval 3 conference day passes van Picnic. Zijn aangeboden door Logica CMG. En ook een getekend boek van Digital Korea van Tommy T. Ahonen. Dus het lijkt me een prachtige cadeaus. Dit zijn de bedrijven die zo direct 90 seconden gaan pitchen. We beginnen zo direct met Mobi Media, bedrijven Mobile Advertising, Kimia. Is Kimia in de house trouwens? Ja. Mooi, ik was even bang dat jullie misschien niet op tijd zouden komen. Die gaan hebben over RSS, remixing en filtering, Farcast, Moblog applicatie, Navball, GPS game. Erg leuk, van de Saints. Dus ik zou eigenlijk willen beginnen met Mobi Media. Dames en heren, Milko Linsen. Ik schrijf weer deze. Dankjewel, Raimo. Maarten, jij gaat zeggen wanneer die gaat, hè? Mijn naam is Milko Linsen. Ik ben samen met Bouke Janssens medeoprichter van Mobi Media. Ik ben sponsor van het evenement voor een klein bedrag. Maar ik heb ook geld bij me, €200.000 te verdelen aan mensen die aan adverteerderszijde zitten, mediazijde of creatiezijde. Dus let even heel goed op. Wij doen in mobile advertising. Dat betekent dat naast de mobile community gebruikers er nog 97% gebruikers over zijn die wij graag willen bereiken. De grote massa, dat doen we op een grootschalige, makkelijke manier. Wij geloven heel sterk erin dat adverteerders vooral niet allerlei tooltjes moeten gaan ontwikkelen, maar gebruik moeten maken van één platform dat open te gebruiken is. Dat is onze stelling. Dat willen we graag laten zien op een makkelijke manier. Op jullie stoel ligt een klein foldertje. Daar kun je op 3 manieren met ons in contact komen. SMS via de internetsite en je kan ons gewoon mailen. Mail je gegevens en dan krijg je van ons deze folder in huis. En dan daarna kunnen we uitleggen hoe het precies werkt. Dat was het verhaal. Ik heb nog tijd over voor wat extra informatie. Wat ik al zei is, wij geloven heel sterk in een open gemeenschap, vooral als het gaat om adverteerders. Elk mens heeft een bepaald profiel, elk mens is geïnteresseerd in reclame. En wij geloven heel sterk dat niet elk mens met 1000 adverteerders in contact willen gaan treden. Dus dat er heel sterk behoefte zal zijn aan één platform dat door alle adverteerders eigenlijk verbonden wordt aan de consument. Nou, als je dat interessant vindt, mediazijde, adverteerderszijde of creatiezijde, neem contact met ons op. Dankjewel. Fantastisch, dankjewel. Nog even vergeten te zeggen, onthoud eens even een beetje de presentaties, wat je er goed aan vond en niet goed aan vond. Aan het eind ga ik dus aan jullie allemaal vragen wie er heeft gewonnen. Dat heb ik nog niet expliciet gezegd. Dat betekent dat jullie zouden allemaal mogen gaan klappen voor de verschillende presentaties. De volgende is Kimia. Karel de Beulen. Ga je nog presenteren of niet? Nee? Dan staat die even achteraan. Ja, hello. Well, the World Wide Web today is atomizing. Where yesterday content providers dominated the scene by publishing monolithic portals, today the focus is shifting to the users, and users decide what content they want, how they want it, and when they want it. So we could say that yesterday content was king, and today content would be a politician in a participated democracy. Underlying that, content today is being published in standards like RSS or Atom as building blocks to be syndicated by the user. And in Kimia, we take these web building blocks, repackage them, and allow users to bring them to a mobile experience. Or we could say we build mobile buildings with web bricks. How much? Okay. It's very, very quick. What? Yeah, so users with our technology can basically find content from the web, so mix up RSS feeds, for instance, Paris Hilton videos from YouTube
and Jessica Alba pictures from Flickr and then gossip about some Dutch politician and then just bring it to the handset via WAP, MMS, even DVBH. Yeah, and that's it. Thank you, Karel. Het lijkt erop dat 90 seconden toch langer is dan ze allemaal denken. Hè? Dat vind ik wel grappig. Eerst klagen ze allemaal, maar daarna... Even kijken. Nog een keer. Wat is je naam trouwens? Berko. Het is niet Kobe Smit, die heeft een oogontsteking. Dat is een collega, Berko. Van Farkast. Hallo, ik ben Berko, dus niet Kobus. Helaas had ik een oogontsteking inderdaad. Ik ben van Farkast en eigenlijk ben ik van TNO. Maar binnen TNO zijn we bezig met het opzetten van een klein bedrijfje. Binnen TNO zijn we ben ik bezig met nog drie collega's met het opzetten van een klein bedrijfje. Dat heet Farkast. Het probleem is, wij ontwikkelden allemaal applicaties voor mobiele telefoons. En het probleem was, waar we het ook tegen aanliepen, was dat als je het van plek A naar plek B wil hebben, dat altijd een mismatch tussen een telefoon en een televisie, of tussen een laptop en een groot display, of tussen een radio en whatever. De codecformaten kloppen niet, et cetera, et cetera. Nou, daar moeten we wat aan doen. Platform gebouwd om het in ieder geval van A naar B te kunnen krijgen. Goed. Platform maakt het in ieder geval transparant. Maar toen dachten we, god, als je dat al kan, je kunt van A naar B, je kunt van mobiele telefoon bijvoorbeeld naar een weblog krijgen. Ja, dat kun je natuurlijk generaliseren. Dus wat we hebben gebouwd is een platform dat generaliseert. Je kunt nu kiezen van, nee, je post vanaf één en een beginpoint, creëer je content. Gaat het platform in, kun je zeggen, nou, waar wil ik dan naar heen? Heb ik nog 5 uitgangen kiezen of 10? Ondersteunen allerlei uitgangen, of het nou web API's zijn, of het is een mail, of het is sms, of FTP. Alles wordt in principe ondersteund. In de microfoon, ja. Alles wordt in principe ondersteund. In de platform zelf hebben we user management, de content wordt getranscoded naar andere formaten. Users worden bijgehouden en de user heeft eigen settings. Het zijn twee applicaties die we hebben. De Farkas Reporter is voor de zakelijke markt. De Farkas Moblogger is voor de consumentenmarkt. Voor de zakelijke markt hebben we een aantal klanten, zoals de Volkskrant en de Grote Krant in België. Daarnaast zie je hier links de applicatie zelf en rechts de website. Dankjewel. En toen was het opeens toch weer snel wat je dacht. De laatste spreker is Thomas Engel van de Saints. Ja, dank je. Applausje. Even kijken of de... Ja. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Thomas Engel. Ik ben directeur van de Saints Content Creators. We zijn een bedrijf gevestigd in Amsterdam-Noord. We maken software voor mobiele telefoons. We maken games en applicaties. En we hebben onder andere de afgelopen 2 jaar voor Lowlands de Mobile Guide gemaakt. En ik sta hier om jullie te waarschuwen. Als jullie vrijdag of zaterdag in de stad lopen, kan het voorkomen dat er hele teams in voetbaltenues op je auto gaan springen, op de weg gaan springen en misschien zelfs je omver gaan lopen. En dat komt eigenlijk omdat wij een GPS-game hebben bedacht en gaan uitrollen. In ieder geval zeg maar als een soort van demo neer gaan zetten tijdens het Come Out and Play Festival. Het zijn 2 teams van 11 die door middel van hun GPS-telefoon rond de stad gaan rennen. En die positie van de 11 personen bepaalt hoe de bal in de goal geschoten wordt. Het team wat het meeste goals maakt in 45 minuten, dat wint. Wat we hiermee willen laten zien is dat GPS-gaming en GPS-technologie is lang over gesproken, maar kan nu ook op je eigen telefoon. Ik wil dus iedereen met een N95, dat is waar de game op werkt, aansporen om mee te doen. Raimo is aanvoerder van het Mobile Monday team. En doe mee, het is leuk. En mocht je meer willen weten over de game of over mobiele software, kom vooral bij mij en dan gaan we even een biertje drinken. Bedankt voor de tijd. En zometeen ook nog even hard klappen, want ik kan wel 3 tickets naar Picnic gebruiken.